Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Van Gendt Autobedrijf en Van Gendt Lease. Terwijl de champagne al klaar stond in de kleedkamer, moesten de volleybalmannen van VZW het nog wel eventjes flikken. Tegen VZN waren 3 sets genoeg om zichzelf te kronen tot kampioen en de spanning was dan ook duidelijk voelbaar. Het seizoen voor de mannen was er één met hoogte- en dieptepunten. Ze begonnen letterlijk op nul en speelden zaterdagavond met een schitterende mix tussen ervaring en talent voor de hoofdprijs. De eerste set bleek een makkie en al snel werd een ruime voorsprong gepakt. Deze werd ook niet meer weggegeven en uiteindelijk werd hij met 25-17 binnengesleept. Het verzet was gebroken, maar de kampioensspanning was daarmee nog niet verdwenen. De zaal schreeuwde hun mannen naar voren en steeds meer begonnen zij vleugels te krijgen. Schitterende punten werden afgewisseld met slordige foutjes, maar VZN kwam eigenlijk geen moment in de buurt van het niveau van de Veenendalers. Doordat VZV bleef scoren, werd ook de tweede set een prooi voor de ploeg van coach Seubring. Bij het begin van de derde set was er toch even wat twijfel. Was men nou al kampioen of niet? Waar de een stellig ja zei, zei de ander weer dat er nog één set gepakt moest worden. Oké, de knop ging om en VZV gaf nog één keer alles wat het had. Onder aanvoering van de altijd fanatieke speaker ging ook het publiek helemaal los. Daardoor voelde iedereen dat het kampioensfeestje er ging komen. Het kan niet meer misgaan. Het ene na het andere punt werd gescoord en daardoor was het aftellen geblazen. Door deze harde slag was de titel een feit en kon het feest gaan beginnen. Toch moest dat feest gebeuren met de handrem erop, want ook de heren moesten gewoon nog de vierde set uitspelen. De vierde set werd, zoals een echte kampioen hoort te doen, ook winnend afgesloten. Het zou nog lang, heel lang onrustig blijven in Veenendaal. Wat moet het lekker zijn om hier te spelen? Fantastisch. Vorig jaar, exact op deze tijd, hadden we helemaal niks. Heren 1 was weg, sponsoren waren weg. We hebben een paar jongens de schouders eronder gezet. En ja, moet je kijken hoe het hier staat en hoe het hier leeft. Ja, dit is zo'n, dat het zo kan in Veenendaal, daar ben ik heel trots op. Maar dit kampioenschap is leuk, maar dit is volgens mij pas het begin. Ja, wat ons betreft is een tussenfase. Dit jaar gewoon doorkomen, kijken wat je kunt doen, kijken of iedereen het leuk genoeg vindt om beter te worden, meer te gaan trainen, meer dingen opzij te gaan zetten. Mag hopen dat dat het geval is. Dus binnenkort hebben we de gesprekken met de jongens. En dan gaan we kijken of we de aansluiting binnen de topdivisie kunnen krijgen. En mogelijk daar ook weer wat aan gaan timmeren. Weet je, ik zei tegen Wouter, hier zijn we begonnen. Hier zijn we 30 jaar geleden of 25 jaar geleden als jongens 5 spelers begonnen. Toen we 12, 13 jaar waren en nu staan we hier in zo'n feest en zo'n ambiance. Het is heerlijk, het is echt genieten. Nu ben jij nieuw in Veenendaal. Weet jij hoe hier de feestjes gevierd worden of niet? Nee, dat ga je zo meteen wel meemaken. Wat dat betreft is het ook helemaal nieuw voor mij.